rapportages, klachten behandelen, calamiteiten, alles wat erbij komt kijken. Alles wordt geadministreerd hier, vanaf hier dus? Ja, dat klopt. Oké, dan gaan we weer verder, bedankt. Hallo, wie ben jij, wat doe je? Ik ben Wahida, Wahida Idu. Ik ben administratief medewerkster. En wat ik allemaal doe is wat Alex zo wat opnoemde, zeg maar klachtenafhandeling, projectadministratie. Dat houdt in offertes maken, contacten met de klanten, het controleren van de urenregistratie. Onze medewerkers die buiten lopen, die het werk buiten doen, die moeten de uren verantwoorden. En die uren die ze verantwoord hebben, die moeten wij controleren. Of ze inderdaad 40 uur gewerkt hebben per week. Dag meneer, kunt u vertellen wat u hier doet? Wat ik hier doe? Ik geef leiding aan de afdeling middelenbeheer. De afdeling middelenbeheer houdt zich bezig met de totale inkoop van de dienst stadsbeheer vegen. Verder het beheer van die artikelen die je niet direct kan uitleveren aan de aanvrager. Die gaan in het magazijn en worden van daaruit dus gedoseerd geleverd. En het minst onbelangrijke is het beheer van het rollend materieel, laat het maar zo zeggen. En de eindverantwoordelijkheid richting uitvoering om ze te garanderen dat het materieel altijd in optimaal operationele staat is. Hebben jullie hierover nagedacht? Nee hoor, nee. Het is dagelijkse kost. Oh, keurig. Zeg, waar staat dat geschreven, dat lijstje? Maar en dit zijn de medewerkers die ondersteunen? Santos, Arti en Ton. Die ondersteunen met z'n drieën. Laten we zeggen de administratieve kant. En in de buitendienst hebben we ook nog drie collega's die echt het onderhoud en reparatie gebeuren van het rollend materieel van heel dichtbij begeleiden en zorgen dat het in één keer goed gebeurt. Hartstikke mooi. Mag ik jullie allemaal bedanken hiervoor, voor dit interview? Graag gedaan. Succes. Nou meneer Lin, we hebben het gezien. Ik vind het erg dynamisch, erg leuk om hier geweest te zijn. En mag ik u bedanken voor dit interview en voor de gastvrije ontvangst? Graag gedaan. De deur uitgaan met eerst schoon te maken de machine zelf. Dan gaan we de luchtfilters schoonmaken. Als dat gebeurd is, gaan we met hoge druk gaan we die borstels en eventueel het motorblok voor eventuele lekkages te vinden als dat is. En dan gaan we hier aan de motorblok zelf werken. Eerst waterfilter, luchtfilter. Hebben we daarachter hebben we nog een klein filtertje. Die maken we dan schoon en dan het een beetje gehad. En dat doen jullie dagelijks? Nee, één keer in de week. Eén keer in de week. En wat doen jullie dagelijks? Een beetje schoonmaken aan de buitenkant. Cabine schoonmaken een beetje. Gewoon met een spuitlans? Nee, een beetje een doekje tot een beetje schoon blijft. Eén keer in de maand halen we die kat erop. Doen we met de hoge druk. Spuiten we de motorblok helemaal schoon. Voor eventueel als je een lekkage hebt. En als we dan een lekkage hebben, dan kunnen we Jaap erbij roepen. Of een van zijn medewerkers. En dan kan je zeggen van dat kan ik zelf maken. Of we moeten ook weer naar BSW toe voor het laten repareren. Oké, en dat gaat altijd soepeltjes verder? Dat gaat heel soepel. Er is een brug.
Bedoeld ter ondersteuning van onderhoud aan de onderkant van voertuigen? Ja, dus voor het onderhoud, ook lekkage van alle voertuigen, bussen en veegmachines. Dat makkelijk voor gebruiken voor bruggen voor onderhouden. Waar bestaat je werkzaamheden uit buiten koffie drinken? Nou, uit heel veel dingen. Ik doe de administratie van de voertuigen en ik beheer de tas en alles. En ik maak materiaal hieruit voor de jongens om mee te nemen en zo. Dus ik heb heel wat werkzaamheden. Bestellingen doe ik en zo. Dus. Is er iemand die luier is dan een depothouder? Nou, er is er wel één, maar nou, ik ga niet zeggen wie het is. Oké, dat is een geheimpje. Ja, dat klopt. Zijn er verschillende bezems? Zijn dat voor lange mensen of voor kleine mensen? Nou, die maken we dan zelf. Als we lange mensen hebben, dan krijgen ze de originele steel. En hebben we wat kortere mensen, dan zaag ik een stukje van de steel af. Hoe komt het als ik een lange broek in de was gooit, de volgende week een korte broek terugkrijg? Nou, dat gebeurt meestal tegen de zomertijd. Dan wordt het tijd dat er de korte broeken weer tevoorschijn komen. Dus dan zeg ik wat extra heet wassen. Nou, het is Maarten van der Toren van het kledingmagazijn. Maarten, wat vind jij van het kledingaanbod bij deze dienst? Ik vind het kledingaanbod bij deze dienst heel erg goed. Het is ook Arbo technisch goedgekeurd. En we hebben winterbroeken, we hebben zomerbroeken, we hebben winterjassen, zomerjasjes. We hebben van heel groot assortiment met kleding voor alle soorten weersomstandigheden. Oké, dat is duidelijk. Maar ik zie dat je verschillende soorten handschoenen in je handen hebt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik heb hier vier verschillende soorten handschoenen. Dit zijn de zomerhandschoenen. Dit zijn de handschoenen waarvan je zegt van nou, als je materiaal iets of wat vies is, dat je toch niet direct met vieze handen loopt. Ik heb hier de waterhandschoenen. Dit zijn waterdichte handschoenen. Dit zijn dus handschoenen voor als je onderhoud aan veegmachines hebt, met het afspuiten van de veegmachines. Of met het verschuimen van waterfilters. Ik heb hier de wat stevigere handschoenen voor het scheppen van zand of zo, dat de handschoenen niet zo snel stuk gaan. Ik heb hier de winterhandschoenen. Dat is echt lekker warm voor 's winters, dat je niet echt met koude handen rondloopt. Oké, Maarten, dat is ook duidelijk. De kleding, wordt die gewassen door de dienst? Moeten die jongens dat zelf wassen? Hoe gaat dat precies? Nou, de kleding wordt in principe wordt het gewassen door de dienst. En dan is het zo, we hebben hier een hele grote container, een kast hebben we staan. Het vuile kleren gaan erin en dan na een paar dagen kan je ze bij Sheila, onze medewerker van de dienst, kan je ze komen ophalen. Oké, Maarten, bedankt voor het interview en een prettige werkdag verder. Oké, hartstikke bedankt. Zonder het verzorgen van de innerlijke mens kunnen we niet goed werken. Wat is er zoal te koop in onze kantine? Alleen vettigheid? Of denken we ook een beetje aan onze lijn? Goeiedag meneer. Mogen wij iets vragen? Wat wou u nou weten? Ik wou graag weten hoe de salade smaakt. Die smaakt goed. Smaakt goed? Ja. Eet u iedere dag salade? Nee. Maar zo zijn ze er niet, dus. Soep gaat heel erg hard. Ja, toch broodjes kroket, broodjes frikandel, een beetje de steks doorgaans. Burger speciaal. Eet je dat wel vaker? Niet vaker, af en toe. Is vandaag een uitzondering? Normaal. Dus nee, ze eten allemaal wel een beetje hetzelfde. Nee, dat maakt niet echt volgens mij uit. En nu is het winter, hè? Ja. Is het nou zo dat er nu meer soep wordt gegeten dan in de zomer? Of? Ja. Nou, dat is zeker waar. Zomers wordt er veel minder soep gegeten. Vooral nu zeg maar de erwtensoep en bruine bonensoep. Dat loopt allemaal wel hard nu. Ik neem aan dat je erwtensoep alleen in de winter hebt. Ja. Kan zomers ook wel, want er staat altijd in voorraad. Maar ja, dat wordt normaal gesproken niet gegeten. Dan gaat een beetje de kippensoep, tomatensoep en dat soort dingen. Uitjesoep. Maar zomers is het echt een heel stuk minder dan de winter. Eet wat er hier gemaakt wordt. Dus, ik heb van alles wezen. Zoals?
kan een uitsmijtertje wezen, kan een kroketje wezen, kan soep wezen, kan een broodje wezen. Alles wat eten van mijn huis breng ik. Nooit hier. Je eet nooit hier? Nee, nooit. Hoe komt dat? Ik hou van mijn huis eten, eerlijk zeggen. Ik ben moslim, omdat ik halal eten. En het is geen halal, daarom ik eet in mijn huis. Kunt u me uitleggen wat halal is? Wat jij slag bij hand. En dat is met een beetje bieden en een beetje met hand slachten. Dat is halal alles. Dus halal is een speciale manier van slachten, speciaal voor moslims? Ja, klopt. En alles wat u eet, dat is halal? Ja, zeker. 100% halal eten. Lamskoteletjes zijn dat. Dat zijn lamskoteletjes. Proef ik ook wel eens. Dat klinkt goed. En wat vond u nou het lekkerst? Mijn eigen eten. Echt mijn eigen eten. Ja, echt. Het smaakt wel van hunnie. Maar hunnie gebruiken meer pepers. Hij gebruikt meer... Veel kruiden. Veel kruiden. Ja. Wij minder. Scherper. Heb je nog een tip of een advies voor onze medewerkers die zelf ook een beetje aan de lijn willen gaan denken? Ja, veel bewegen. Dus hard vegen, veel de wijk in, goed voor de veegmachine, zorgen dat alles goed schoon is en dan komt het allemaal wel voor elkaar. Met hard werken blijf je gezond. Nee, is een grapje, maar zorg dat je veel beweegt. Dat is de tip die ik meegeef. Ja, maar laten we nou eens even kappen. We gaan maar lekker op. Ja, geniet u maar van uw gezonde maaltijd. Teun, dank u wel voor dit interview. Kijk, je lachen, je rode duivel. Naast het vegen hebben alle medewerkers wel een hobby. De een gaat vissen, de ander voetballen. De derde zakt onderuit voor de tv. En sommigen hebben treintjes. En hoe lang doe je dat al, Cor? Nou, dat doe ik al, kijken. Toen die opwindtreintjes in de maak waren. Weet je, vroeger, toen zat je op school en dan zat je op te winden en dan reed je één baantje en dan moest je weer opwinden. Toen begon ik met alles draait en de lampjes branden normaal gesproken. Kijk, ik ben dan met een tong bezig. Die moet dus ook helemaal nog gedaan worden. Ik kom een huis bovenop. En ook met licht erin uiteraard. Kabelbaantje komt er nog bij. Ja, ik zeg het, ik ben er niet helemaal klaar mee, want het duurt nog wel een paar maanden. Maar het is wel een hele leuke hobby wat je hebt. Ja, zo. Dat is dus als ik een beetje vrije tijd heb en ik heb tijd voor, dan zeker hier. Kom mijn vrouw nog mijn eten niet boven brengen, maar mijn drankje wel. Cor, wat houdt het in koud? Wat? Wat houdt het in dat ze koud zijn? Nou, dat hoor je. Dan zijn die wielen en die rails is allemaal koud. En dus je moet helemaal warm lopen eerst. Precies met je auto, zeg maar. Morgen dan staat het zo koud, maar daar heb je hier niet op zitten natuurlijk. Dus dat moet ik eerst helemaal inlopen en dan gaat het wat sneller. Want je hoort gewoon alles op de piepen natuurlijk. Ja. Is het een dure hobby? Heel duur, ja. Ik ben hier voor 15.000 euro. Is dit computer gestuurd of niet, Cor? Is het op de ouderwetse systeem? Transmaat allemaal. Want het was een beetje te veel zo. Hoe lang zit je dan ongeveer nou bij de veegdienst? Nou ja, bij mijn kaartje, bij het hele bedrijf zit ik 33 jaar. Dus bij de veegdienst zit ik, ja. Ik heb allemaal jaar lopen laaien. Heb je wel eens een treintje gevonden bij de. Ophalen? Nee. Ik heb wel een shop, maar nooit gevonden. Deze. Dat is een hele antieke. Ik ben in een treinzak geweest ermee. En ik kon er zo. Hij zegt: kom maar, hij zegt: pak maar wat je wil hebben. Hoeveel trein je wil hebben, hoeveel dozen. Hij zegt: hij heeft zoveel van geld waard. En hij rijdt ook, dat wel. Maar ja, ik heb er geen ruimte voor om te laten rijden. Het is heel leuk. En ja, ik zeg het, ik bel het hier. En mijn vrouw vindt het ook leuk. En toen we het huis kregen. Want dit is een heel klein slaapkamertje. Ik zeg nou, klaar voor 2 meter, 3 meter, zo'n beetje. Dus deze het eerste, was er mensen nog bij die ons weer hier, die alles niet zien. Hij zei, hé, dat is goed voor je hobby. Dus ja, dus we houden dan ook maar.
We kunnen het niet alleen, dus we werken met andere bedrijven samen. Schoonmaakwerkzaamheden worden ook uitbesteed aan het Haags Werkbedrijf. We werken ook samen met de huisvuildienst HMS voor het lossen van ons veegvuil, voor het strooien van de fietspaden in de winterdienst en het schonen van de brandhopen na oud en nieuw. Welkom bij HMS. Jullie zijn te gast bij HMS en ik ben daar hoofduitvoering publieke taken. Vegen levert verschillende aan vuil bij jullie, als zwerfvuil, afvalbakken, hondenpoep en veegmachine. Hoe verwerken jullie dit? Ja, jullie leveren bij ons het handveegvuil aan. En dat wordt of in de bunker gestort of in de perscontainer op de verschillende depots. En op drie locaties in Den Haag leveren jullie ook slipafval aan. Dat wordt gestort apart in de slipcontainer, vervolgens afgewaterd. En uiteindelijk wordt het afgevoerd naar de verwerker voor het slipafval. Wie is jullie verwerker van de slip? Dat is Drechtwerk in Dordrecht. Hoe vervoeren jullie de slip? Wij vervoeren dat in grote 40-kupers en dan dat transporteren we met een aanhanger. Met twee 40-kupers tegelijk. Ja, we zijn nu op de Plutusstraat. Aan de overkant in de Meteorstraat is het overslagstation van AVR. Daar wordt al het restafval van Den Haag en omstreken gestort. En ook het GFT. En als jullie willen gaan we daar even een kijkje nemen. Moet je voorstellen dat er dagelijks in 250 vrachten van ongeveer 10 ton alleen aan huisvuil al wordt aangeleverd. Hier bij het overslagstation. Kunt u mij vertellen wat uw taak is, wat uw functie is en wat u allemaal doet? Ja, ik denk dat we het niet al te lang in die zin moeten maken. Mijn naam is in ieder geval Frank Schavendijk, zoals u al zei. Ik ben projectmanager bij het Haags Werkbedrijf. Mijn eerste verantwoordelijkheid is om dagelijks zo'n 400 man zeg maar, de straat op te zetten. Klinkt een beetje oneerbiedig, maar daar komt het feitelijk wel op neer. Dat betekent in principe omgerekend zo'n 200 man die veegwerkzaamheden verrichten in opdracht van de productgroep vegen. Een 140 man die toezicht houden, ook een opdracht van de dienst Stadsbeheer. En zo'n 40, 50 man die bezig zijn met allerlei andere werkzaamheden. Ik heb gehoord dat de medewerkers knijpen. Heeft u wel eens geknepen? Ja. Ik heb meerdere keren, en dat probeer ik ook vol te houden, meerdere keren ook met diverse ploeg heb ik meegewerkt. Hoe ervaart u dat? Nou, op zich, als je hele dagen achter het bureau gewend bent, dan is dat een zeer welkome afwisseling. Is het zwaar werk? Uiteindelijk wel. Als je dat hele dagen moet doen en wat de burger eigenlijk ook verwacht van deze mensen, 8 uur lang aan het knijpen, dan is dat een hele zware klus. Vandaar dat ik er in principe ook geen bezwaar tegen heb dat mensen af en toe de rust nemen. Wij onderhouden afvalbakken in een aantal stadsdelen. We hebben het onderhoud van een 140-tal parkeergarages. Wij onderhouden tal van kaalslaggebieden. Wij zitten in de groenvoorziening, dus een aantal groenprojecten die ook onder deze sector vallen. Wat hebben we nog meer voor smaken? Een shuttledienst. Dat betekent een soort taxidienst is dat, die start vanaf het Malieveld. Mensen die komen van buiten de stad, parkeren de auto in de parkeergarage van het Malieveld. Daar hebben wij als Haags Werkbedrijf een aantal busjes klaarstaan. De mensen hebben de auto geparkeerd en worden vervolgens door onze busjes naar verschillende plekken in Den Haag vervoerd. Wat doet u nou precies? Wij repareren het materiaal wat ze kapot terug komen brengen. En we hebben dan een aantal wijken vuilbakken in onderhoud. En reparatie aan vuilbakken en onderhoud aan fonteinen bij Paleis Justitie. Ja. En kunt u ons misschien vertellen waar de medewerkers daadwerkelijk knijpen? Nou, dat is in de woon-winkelgebieden en industrieterreinen, sommige industrieterreinen. Maar is er iemand die ze daarop aanspreekt? Over zo. Over het vuil dat ze op straat gooien? Dat weet ik niet. Echt waar, ik kan je niet zeggen. U doet gewoon uw werk? Ik kan mijn werk doen. Ik woon helemaal in Rotterdam. En we kwamen hier om te werken, om het werk te doen. Maar vindt u het leuk om dit werk te doen? Voor mij wel, want ik hou van werk. Om schoon te maken, om te laten mensen zien wat is de natuur ook goed. Zijn eigen huis ook schoon te maken en ook de straat.
toch wel weer schoon te maken. U vindt het leuk om in Den Haag te werken, maar u woont in Rotterdam. Als ik win. Is het niet makkelijker om in Rotterdam te werken? Nee, ik hou smaken vroeg opstaan. Ik stapel van Rotterdam, kwam in Den Haag. Voor mij geen probleem. Waar de werk is, ik ga werken. Ja. Mag ik vragen waar u vandaan komt, oorspronkelijk? Ik kom van Curaçao. Dus u houdt van salsa? Salsa, merengue, bachata, alles. U kunt ook een beetje dansen? Ja, zeker toch. Kunt u mij laten zien hoe je salsa danst? Nee, nou niet. Een stukje, ik kan mee dansen. Ja? Ja. Maar met jou? Ja, met mij. Gaat u even kom, dansen? Kom. Oké. Okay.